korte schets geven van Rob Douw, de andere dingen die hij deed. Ik leerde hem kennen toen ik 17 was en hij was ongeveer 30, dus dat was een andere generatie, een leraar of zo. Maar, ik weet nog precies waar, dat was op een feestje van de ouders van Niels Meiske, die hier de antiekwinkel heeft, toen nog in de Kazuaristraat. En Rob was toen nog bezig met Super Sister of bijna eruit. En ik had al een paar jaar een beetje. Dus je raakt wel aan de praat. En dat contact werd nauwer. En om het kort te houden. Wanneer is Rob weer gaan schilderen? Ik denk dat ik dat weet. Rob en ik die zaten vaak nachtenlang hier in de Borneo-straat. Te schaken. We rookten nog iets. Dat nu niet meer kan, geloof ik. Maar toen luisterden we naar deze LP. It's a Beautiful Day. Dat was een beetje een hippe LP. En Rob die zei, ja, ik vind die hoes geweldig. En met die lucht. Maar hij zei tegen mij, daar moet eigenlijk een oceaan bij. Een Niagara. Ik dacht, ja Rob, dat komt hiervan. We zien het wel. Maar een paar maanden later had hij dit schilderij gemaakt. Nou, je ziet de verwantschap. Dat is 1975. Die rots, die lucht, maar ook die zee en zo. En dat is voor zover ik weet het begin geweest van een hele productieve periode. Want hij heeft echt heel veel geschilderd. En ik vind het zelf heel erg knap. Mag ik even onderbreken? Weet jij nog van wanneer dat schilderij was? Ja, het staat erop. Het is van 1975, 76 als ik het goed zeg. 75. Ja. Oké. Want hij is toen in Afrika, waar ik toen woonde, naar de Victoria Falls, ze zien er ook zo uit. Ik weet dat hij dat heeft opgezocht. In ieder geval, Rob was ook met muziek bezig. Dat noemde Marijke al. Hij is eigenlijk degene die Super Sister tot een alternatieve band heeft gemaakt. Super Sister als band bestond onder de naam Provocation. Dat is een schoolbandje. En die speelde ja, de Animals na, zoals iedereen dat deed. En Rob kwam erbij en die zei, ja, underground. En dat gaf een klik met zeker Robert-Jan Stips. Robert-Jan had hij graag willen zijn, maar die kon niet van zijn verplichting onderuit. In ieder geval, Rob Douw ging op een gegeven moment uit Super Sister en heeft toen een band gehad, Sun. Dat heeft ook een paar jaar gedraaid. En dat heb ik ook allemaal meegemaakt. En toen dat om een of andere reden stopte, kwam hij bij ons, bij het bestaande bandje. Nou, zeer vereerd natuurlijk, want hij had een staat van dienst. En dat ging goed. En we zaten helemaal in de rare maatjes, denk een beetje richting Zappa, de Soft Machine, Caravan en zo. En toen zaten we dus in een kleine studio hier, midden in de nacht, met pianetjes, gekke dingen te verzinnen. En door een van de toeval is dat zich gaan ontwikkelen tot een hele absurdistische theatershow, de Sunshine Show. En dat deden op een gegeven moment al een stuk of 30, 40 mensen aan mee. En we trokken daarmee door het hele land in de weekenden. En we speelden in de gevangenissen. En nou, een enkeling is hier nog aanwezig die dat ook heeft meegemaakt. Dus dat is de muzikale kant. Voor de liefhebbers kan ik straks nog een heel kort filmpje laten zien van een van de nummers die Rob Douw bedacht. En die nog altijd door Robert-Jan Stips van de Nits, hè, dus, zo in zijn soloprogramma's wordt gespeeld. Dus dat overstijgt 55 jaar. Dat is leuk. Nou, met Rob heb ik een tijd lang een zeefdrukkerij gehad. Daar verdienden we dan wat mee voor die band te laten draaien. En dat begon eigenlijk met dit soort, ja, een beetje alternatieve dingen. Een beetje in de flower power sfeer. Maar we hebben ook jarenlang voor Mojo de grote theaterposters gedrukt. En dan belde Mojo op en die zei, ja, er moeten posters gemaakt worden. Voor de Who of voor die of voor dat. Maar ook voor bijvoorbeeld de Haagse band Living Loose. Nog altijd actief. He? Dus dit soort zwart-wit posters, die maakten we. En Rob was heel erg goed in het snijden van letters. He? Hij sneed dus gewoon uit een vel papier die letters. Nou, dat is echt een hele kunst. Schablonen, hè? Ja. En op een gegeven moment belde Mojo op en zei, ja, contractueel moet de hele naam van de band op de poster. Nou, zeiden we, dat is nooit een probleem, hè? Chicago, wat
Lou Reed. Ja, maar deze band heet de Mahavishnu Orchestra. Het is erop gelukt om zulke smalle letters. Maar goed, dat deden we dus allemaal. En dit is ook wel aardig. In die tijd had je de band Q65. Dat was nogal een rauwe band, maar een beetje iconisch. Joop Roelofs, die woonde hier ook in de buurt, is een paar jaar geleden overleden. En dan zie je hier het voorprogramma Philip en Sonny. En dat was eigenlijk een beetje Philip Kronenberg en Sonny. En ja, die deden als duo luisterliedjesachtige muziek. Hè. Dus die combinatie van voorprogramma en zo, dat is ook wel typerend voor die tijd. Dus ik heb nu een beetje die overgang gemaakt van naar zeefdrukken. En Rob heeft ook een korte periode, zeg maar, meer kunstzinnige zeefdrukken gemaakt. In oplages, genummerd. Dit is, voor wie het Den Haag kent, Gaslaan. Daar had je de vuilverbranding. Die is nu helemaal gesloopt, maar heet nu de verademing. Maar dat huisje, dat staat er nog. En ik vond het een hele leuke zeefdruk. Dus je ziet een soort verschuiving in Rob zijn dingen van muziek naar beeldend en dit en dat. En ja, hij is natuurlijk iemand, omdat ik hem op mijn 17e leerde kennen en echt heel veel met hem samenwerken, natuurlijk heeft hij ook mijn visie op de wereld mede bepaald. Ik kan me niet herinneren dat hij echt politiek links-rechts was of zo. Hij had meer ideeën over de wereld en zo. Nou ja. Ik heb goede herinneringen aan hem. Er zat wel aan de linkerzijde, hoor. We zijn er. Ja, in de jaren 80 hebben we ook nog wel eens wat gedaan, en kleiner en zo. Maar doordat ik verhuisde, raakte elkaar een beetje buiten beeld. En toen er een hele dikke biografie over Super Sister in de pen zat. Misschien kennen jullie dat boek, het is zo'n dik boek, 1000 pagina's. Het gaat helemaal over het verhaal van Super Sister, Robert Jan Stips, Rob Douw en zo. Toen kwam ik in contact met de auteur daarvan en toen kwam ik eigenlijk ook weer bij Rob over de vloer. Ook met Nico Orenbeek en uit die tijd. Fred Bagger was dat. Ja, Fred Bagger, dat is de auteur. Nico Orenbeek was ook een zeefdrukker. Ja. Die woonde ook hier. Ja, hij woonde ook in de Bornierstraat. Rob woonde in de voorkamer en Nico in de achterkamer. Dat ben ik vergeten, ja. Later had Rob het hele huis, ja. Ja, en Niels heeft hier ook nog gezeefdrukt. Maar goed, het is allemaal zo'n 50 jaar geleden, dus een beetje dit en dat. In ieder geval aan die Sunshine Show hebben veel mensen toch leuke herinneringen. Die poster die maakten we ook zelf. Rob heeft het ontworpen, dat deden we dan in die kleuren. Dus de posters die er nog zijn, die zijn allemaal anders van kleur. En ja, daar staat dus ook dat bandje op, Ethnologia, Cosmos, de lightshow van Nico Gorin, Sunshine Show, Ier, dat was ook iets. Nou ja, het is een tijdsbeeld eigenlijk. Hier op de achtergrond, als straks dit licht uit is, dan ziet u wat foto's van Rob thuis nog een paar jaar geleden. En als we, ik had dat filmpje van de zes blauwe dwergen, dat is maar kort, als jullie dat leuk vinden, dan zetten we dat even aan. Ja? Daar was ik bij. Toen we dat maakten. Zo. Maar dan zie je het filmpje niet. Dan zie je het filmpje. Dan zie je het filmpje. Je ziet het beter inderdaad. Zal ik een stoeltje neerzetten? Ja, ik zal doen. Het filmpje zou doen. Ja? Daar doen we het niet moeilijk over. Dank u wel. Anders wil iemand? Nog iemand een stoel nodig? Misschien mag het grote licht even. Zo'n stok. Ja, ik heb het goed. Mijn moeder die trouwens werkt. En het was meteen af. Een soort Kroatië, oude mensen Nederlands. Ja, wat dat zie je dan als je dus dat leest. Dat het een beetje archaïs Nederlands is. En dat zei toch op. En hij had een nummer bedacht van op een 6/8 maat. En dat is hetzelfde. Is 2 keer 3 op 3 keer 2. Dan deed hij hier 1 en 2 en 3 en 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 1 en 2 en 3 en
zei ik dus die tekst. Nou, dat is kennelijk heel erg aangeslagen. Ken je nog iets van die tekst? Ken je nog iets van die tekst? Ja, hij heeft het dus opgenomen. Ja. En, maar het staat ook in het boekje, maar zes blauwe dwergen, heel diep in de bergen, die groepen gemeen naar het middengemeen. En dat gemeen, dat is dus stiekem, maar tegelijkertijd ook gemeenschappelijk. Ja. Jij kent het ook nog, Pieter? Ja. Met springende vlagen in regen en plagen, maar die tijd was het begeren, dat niet zeker begeren. En dan wel weer zo diep, dat het water in die slechtheid tussen stonden al huilend verdronken. Ja, al huilend verdronken. Ja, dat was het. Twee groepen gemeen nemen, vindt dat meen. Terwijl zij zo vroeten met knoetende voeten, begon het weer lichten met bliksemschichten. Met streamende vlagen deed regen en plagen, maar sterk was begeren dat niets deed hen keren. De kuil werd zo diep dat er water in liep en zij tussen stronken al huilend verdronken. Mooi. En ging voor jou dus een solo spelen. Ja. 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 Ja.